En we raakten aan de praat. En nou, even later dacht ik, nou, volgens mij is zij degene die ik moet hebben. Dus toen heb ik haar verder haar werk nog bekeken en opgezocht. En haar gemaild van, goh, er is een expositie. Heb je zin om met mij een soort van dansfilmvoorstelling te maken? En toen zei ze ja. En ze ging eigenlijk terug naar Slovenië, maar ze is dus terug naar Amsterdam verhuisd. En hier begin februari aangekomen. Voor die tijd hebben we ook geskypt van, ja oké, okay, wat gaan we dan doen? We kennen elkaar niet, maar we hebben een thema, winter. En wat bij ons heel erg naar voren kwam was van, oké, okay, in de winter wil je eigenlijk gewoon met een kopje thee op de bank zitten, lekker rustig aan, niet te veel doen. Maar toch gaat alles gewoon door. Je moet de hele tijd dingen, je moet werken, alles gaat en gaat en gaat. En daarom dachten wij van, nou, het is ook een soort van melancholisch gevoel. Je wil eigenlijk stilzitten, maar toch gaan die handelingen door.